Het ministerie van Economische Zaken die heeft er in samenwerking met bedrijven uit Suriname, maar ook de verschillende ministeries een exporteursbeurs. Het geheel is gehouden te Roelies Place, waar de opening werd verricht door de voorzitter van het parlement, Marinus B. Het doel van de beurs is om sowieso kennis te maken met de bedrijven, maar ook de producten en of de diensten welke zij leveren. TBN, Prime Alert, die was er ook ter locatie en wij legden voor u het volgende verslag vast. Met ondersteuning van diverse internationale organisaties hebben wij de afgelopen 2 jaren deelgenomen aan diverse beurzen. Als ik het heb over de regio, dan zijn het voornamelijk Barbados en Trinidad. Dit jaar zijn we eens 2 keer naar Barbados geweest, 1 keer naar Trinidad. En ik kan u mededelen dat wat Barbados betreft, zij op voedsel gewoon zitten te wachten. Ze hebben even ervaring gehad waar er een vertraging was van 1 week met aanvoer van voedsel. En ze hebben 1 week lang in angst geleefd met weinige wat ze daar ter beschikking hadden. Dan had de premier van Barbados, mevrouw Miyamotli, een special envoy gestuurd naar mij toe, hier in Suriname, om versneld te praten over de voedselvoorziening van Barbados. Ik ben toen daar naartoe geweest, we hebben afspraken gemaakt. En op dit moment is het zo dat de NPPO's, de National Plant Protection Organizations van beide landen, met elkaar bezig zijn om de protocollen op elkaar af te stemmen. Dus Barbados is ready. En we hoopten op 20 oktober jongstleden onze eerste container te versturen. Maar er zijn nog wat technische dingen die in orde gemaakt moeten worden. Trinidad, gesprekken met hun heeft opgeleverd dat, en ze geven heel eerlijk toe aan van, val ons niet lastig met jullie groenten en fruit en wortel- en knolgewassen, want die produceren we zelf. Maar help ons met vlees. En ze hebben toen cijfers genoemd. Alleen vlees van kleine herkauwers, een 5000 ton op jaarbasis. Rundvlees in een grotere hoeveelheid. En de prijzen waarvoor het daar verkocht wordt, het is gigantisch. Zij die een beetje de sector kennen, die gaan die vergelijking kunnen maken. Maar ik kan u even noemen dat vlees van kleine herkauwers op dit moment daar, de consumentenprijs $22 per kilo bedraagt. Geef ons maar 1/3 daarvan. Dan zijn we er. En natuurlijk moeten we ons huiswerk dan weer maken. Dus wat Trinidad betreft is de richting duidelijk aangegeven. Vanuit Venezuela. Met Venezuela hebben wij nu lopende afspraken. Tenminste, de gesprekken zijn gaande om te kijken van hoe wij het Petrocaribe-deal weer kunnen opstarten. Waarbij kunstmest, urium en rijst belangrijke producten zijn. En hoe wij dat met elkaar zouden kunnen ruilen of een barterdeal of wat dan ook. Maar in ieder geval is een grote vraag naar rijst in Venezuela. Mexico vraagt ook om 10.000 ton rijst op dit moment. Met Cuba. Cuba vraagt ook naar rijst, welke wij op dit moment niet kunnen leveren. De vraag is enorm. Een exportbeurs waarbij onze pioniers, onze ondernemers vanuit verschillende sectoren de gelegenheid hebben om hun producten te presenteren aan de samenleving en mogelijkheden zoeken om die af te zetten in het buitenland. En we hebben deze en nog meer ondernemers nodig om Suriname te loodsen uit de crisis. Vooruitstrevende mensen die willen ondernemen, die succesvol willen zijn, die de COVID hebben getrotseerd en er nog altijd staan. Die banen creëren en van bijzondere maatschappelijke betekenis zijn. Zij verdienen een bijzonder applaus. Mag ik een applaus voor alle ondernemers die hier zijn. Dank u wel. 40 jaar geleden en misschien langer als we naar de schappen in de supermarkt gingen kijken, dan zagen we weinig Surinaamse producten.
Vandaag de dag vind je er heel veel. Van zeepsoorten, sapsoorten, ketchup. Je noemt maar op. Dus het ligt niet aan de creativiteit van onze Surinamers. Er is voldoende intentie, wil en inspiratie en creativiteit om te produceren. En dames en heren, dat hebben we nodig. We zijn als land in moeilijke tijden beland. Vele Surinamers verkeren in onzekerheid. Onzekerheid over loon, onzekerheid over hun baan, afhankelijkheid van de overheid. En de overheid zal niet in staat zijn iedereen te kunnen verzorgen. Wat we als land verdienen is te weinig om alle collectieve goederen zoals gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, infrastructuur, een schoon milieu, goed drinkwater en elektriciteit te betalen. Daarnaast wordt het moeilijker om uit de weinige middelen kwetsbare groepen te ondersteunen. Maar we kunnen eruit. Het betekent dat we ondernemerschap moeten stimuleren en faciliteren. En bij ondernemerschap is het meest belangrijke banen creëren. Ondernemerschap is wat mij betreft een duurzame oplossing om groei, welvaart en welzijn te creëren in elke samenleving. Dus ook de onze. Eveneens een oplossing voor jonge mensen die van hun leven een succes willen maken. Hoe meer ondernemers, hoe minder afhankelijkheid en hoe meer werkgelegenheid. Het lijkt simpel, maar toch zijn er enorme uitdagingen voor ondernemers. Enerzijds eruit kruipen uit de COVID-pandemie en je staande houden gedurende die COVID. Daarnaast je eigen Surinaamse financiële crisis met enorme onzekerheden. De druk om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. De invloed van technologie die bedrijven dwingen om constant op zoek te gaan naar kennis en digitale systemen en te blijven innoveren om te kunnen concurreren. De schaal waarop Surinaamse bedrijven produceren en de impact hiervan op de kostprijs. En zo kan ik doorgaan. De enige manier om uit deze uitdagingen tegemoet te treden is een goed samenspel tussen overheid, ondernemers en de samenleving. Een integraal beleid. Het is enorm belangrijk en een van onze beleidsgebieden en prioriteiten dat wij vanuit het ministerie alle ondersteuning geven aan de lokale productie en de exportsector. Dit geeft ons inzage over de potentie van de sector en de wijze waarop het beleid aangestuurd moet worden om de export te faciliteren en meer nog de capaciteit te verhogen. Ik persoonlijk ben van mening dat eigen productie en MKMO's de ruggengraat zijn van de economie van een land. Vandaar dat het ministerie momenteel bezig is programma's uit te voeren ter versterking van ondernemerschap als ook de exportpotentie te verhogen. En ik zal enkele van de projecten met u delen. Eén is alvast de uitvoering van het Wereldbankproject, Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project. De verwachte resultaten zijn diversificatie van de economie, werkgelegenheid, verhoogde productie met de mogelijkheid tot exportverhoging. Ik ben bijna al die vragen van minister Defensie aan het beantwoorden nu. Er zullen van de 160 geselecteerde ondernemingen business development support krijgen, waarbij 150 bedrijven geselecteerd zullen worden voor een matching grant, eigen bijdrage plus een schenking. Dan hebben we het project Marketing and Branding of Micro, Small and Medium Sized Enterprises in CARICOM, welke momenteel in uitvoering is door middel van een schenking van Caribbean Development Bank, CDB. Er zal gewerkt worden aan de capaciteitsversterking van EZ om marktinformatie te verkrijgen over de geselecteerde CARICOM-markten,
Barbados, Guyana, Trinidad en Tobago en natuurlijk de overige lidlanden. Om ondernemers te helpen bij de export naar deze markten. Dit project is gelauncht op woensdag 21 oktober en ik wil een speciaal applaus voor Amit. Het verwachte resultaat aan het eind van dit project zal zijn dat er marketing- en brandingstrategieën zijn ontwikkeld voor ondernemers in bio-energie, landbouw, hydrocultuurmodellen en kassen, dienstensector, non-timber forest products, visserij, landbouwverwerking, e-commerce platformen, toerisme en informatie- en communicatietechnologieën. Middels dit project zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een gezamenlijke exportgerichte marktstrategie voor ondernemingen. En ik feliciteer u, ja. Want dit is heel belangrijk voor ons. Dit hebben we nodig. Als we in een crisis zijn, ja, moeten we door samenwerken, dit gaan bestrijden. Maar uiteindelijk, wat bedrijven produceren, dat is belangrijk voor ons. We moeten een bepaalde cultuur, want we hebben een importeconomie. Dat zeggen we, dat weten we. Maar wat gaan we doen om het te veranderen? Is door te exporteren en te produceren en te exporteren. Want die dollars, die valuta, moeten we binnenkrijgen. Anders gaan we andere problemen hebben. We weten hoeveel kopzorg de regering heeft met het beheersen van de koers. Omdat er een bepaalde grondslag daar ligt die we moeten gaan bestrijden. En daarom bent u belangrijk. En we zijn bijzonder blij met dit moment. Er is hier gesproken over samenwerken, netwerken, internationaal, nationaal. U krijgt de ruimte om uw producten te exporteren, klein, groot. Want gelooft u mij, wat we zien, en de minister van Defensie heeft het gezegd, 30, 40 jaar geleden wisten we niet wat Surinaamse sappen waren. Wisten we niet wat badzeep en alle andere producten die we produceren, die waren er niet. Ja? Maar wat moet gebeuren? We moeten wel koopbewust worden. Ik kies eerder voor die Sranasani. En in het verleden heeft men dat gepromoot. Sranasani, wie egisani. Daarop moeten we gaan timmeren, regering. Ja? Waardoor die druk op onze koers minder wordt. En dat we valuta binnenbrengen. Het parlement is hier vertegenwoordigd. Ja. Ik zie mijn collega Aluma. Maar de voorzitter is erbij. Omdat wij ook een stukje verantwoordelijkheid hebben. We hebben wetgeving die we moeten maken. Maar ook die verouderde wetten die we moeten aanpakken als land. Want wanneer u wilt concurreren op die internationale markt, moet u uw producten gaan beschermen. We weten allemaal dat we in verschillende samenwerkingsverbanden zitten. Dus we moeten ook daarop letten. Maar je wetgeving moet up-to-date zijn als land. En als DNA-voorzitter spreek ik de hoop uit dat de samenwerking die we hebben met het ministerie Esoti, dat die zal blijven. En, want wij hebben een rol, maar ook de regering heeft een rol. De regering moet de ondernemers gaan faciliteren. Ja, en die zijn er. We moeten samenwerken. Dat wordt al jaren geroepen. Maar dat moeten we nu wel gaan doen.